Deze beschouwing is op donderdagochtend 17 juli 2019. Het is 10:15. Vanmiddag heb ik weer dienst. En mag ik weer gaan schoonmaken. Geheel volgens plan ben ik nu aan het programmeren. Ik ben tegen een leuk ding aangelopen. Maar er kan wel even een uurtje beschouwing af. Zeker omdat we het gaan hebben, over een heel belangrijk onderwerp. Namelijk vergeving. Ik wil dat eens even gaan uitdiepen met jullie. Ik wil dat jullie er zelf ook over na gaan denken. Want het kan niet zo zijn dat ik wel weet van vergeving en jullie niet. Nou, dat uurtje wat ik lekker ga mijmeren met jullie, dan kan ik mijn gedachten helemaal vrijmaken. En daarna ga ik weer lekker typen aan mijn grote machine, die alleen maar bestaat in bitjes en bytejes. En die steeds mooier wordt. Vergeving. Nou, jullie hebben een beetje na kunnen denken over dat woord. Wat houdt dat in? Heel lang geleden heb ik eens gezegd tegen mijn toenmalige vriendin, toen ik bezig was met de betekenis van woorden. Ik ben ook zo'n raar iemand, hè? Want toen was ik nog helemaal niet bezig met filosofie. Dat kwam pas een tijdje daarna, dat ik dacht, ik wil filosofie gaan studeren. Wat ik ook gedaan heb. Niet op kosten van de samenleving, maar nou ja, ik heb toch wel een aardig bedrag betaald, hoor. Aan inschrijvingskosten en zo, hè. Ik heb geen studiebeurs gekregen. Dat zou ik ook niet terecht voor hebben gevonden. Maar voordat ik filosofie ging studeren, was ik al bezig met betekenissen van woorden. En ik weet nog dat ik toen tegen mijn vriendin zei, van er zijn oerwoorden. De taal is net als een boom. Een boom heeft één stam en dan heb je wat takken, die zijn nog steeds behoorlijk dik. En dan krijg je allemaal vertakkingen. En uiteindelijk heb je van die eindtakjes, en dat zijn hele dunne takjes. En die zijn het laatste gekomen. Een boom, dus als je wil weten wat is het oudste deel van een boom, ja, dan moet je naar de onderkant kijken. Van het zichtbare dan, hè, want die wortels, daar is het omgekeerd. Bij die wortels heb je ook weer. Maar het oudste stuk van de boom, dat zit zeg maar 10 centimeter onder de grond of zo. Daar is alles begonnen. En zo zag ik in dat het met taal ook zo was. De woorden die wij bezigen. Neem een woord als regelneef. Ik weet niet of je die term nog kent, maar ooit was dat heel grappig. Dat was met Van Kooten en De Bie. Ook wel bekend onder het pseudoniem Van Kloten en De Biel. Van Kooten en De Bie, die hadden dan zo'n karakter. Dat was de regelneef. Dat is een heel modern woord. Dat bestond daarvoor helemaal niet. En zo zijn er nog wel meer woorden die helemaal nieuw zijn. Bijvoorbeeld uploaden. En downloaden. Dat was helemaal niet. Ook in het Engels niet. Een woord als boeten. Ja, neem al die computertermen maar, hè. Dat bestond allemaal niet. En noem het een ander woord wat niet zo'n modewoord is. Je hebt zoiets als prikbord. Nou, dat bestond ook in het jaar 100. Bestond dat niet. Dat hadden ze helemaal geen prikbord. Stembus. Dat en weer. Hè?
Maar er zijn dan praktische woorden. Hè? Maar er zijn ook woorden die zijn helemaal niet praktisch. Die vallen onder, wat ik dan zei, de oerwoorden. Dat zijn de allereerste woorden. En het eerste woord, volgens de Bijbel, dan, hè? Johannes 1, vers 1. Dat is zo'n mooi vers, hè? In den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Die volgorde is ook zo mooi, hè? In den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Nou, daarmee is God, neem ik aan, bij jullie dan ook, het oerwoord. Het is het eerste woord. Het ging vooraf van alle andere woorden, volgens de Bijbel. En ik denk, weet je mij, ik denk als je ieder mens persoonlijk, echt zo, als je een mens zou doorvragen, en ofwel je hebt een zak moleculen, want wat is een mens nou meer dan een zak moleculen? Een zak moleculen die zichzelf geen vragen stelt. Die mensen heb je. Of die willen zichzelf voorlopig geen vragen stellen. Zo. Ik weet niet wat, dat die vriendin van mij, toen ik het dus met haar had over die oerwoorden. En dan had ik het over een woord als moeten. Dat is een oerwoord. Moeten, en dan heb je ook nog mogen. En dan heb je het woord kunnen. Moeten, mogen en kunnen. Dat zijn drie woorden die in de uiterlijkheid verschillen. Maar in de innerlijkheid hebben die drie woorden iets met elkaar gemeen. En het zijn ook precies de drie woorden die op dat terrein iets met elkaar gemeen hebben. Denk er maar eens over na. Die is niet voor mezelf trouwens. Die ontdekking heeft Arthur Schopenhauer gedaan. We kunnen, mogen en moeten. Als iets kan en het mag, dan moet het. En als het moet en het kan, dan mag het. En ja, werk maar even af. Weet je. Als het kan, ja, dan. Als iets alleen maar kan en het niet mag en ook niet moet. Je kan je eigen ruiten ingooien met een baksteen, dat kan. Maar het mag van jezelf niet en je moet het dus ook niet. Maar als er twee dingen in die categorie. Ja, ik zit me even te fantaseren hoor. Ik ben even een grappig denkdansje aan het maken voordat we aan het echte woord toe gaan komen. Dat is vergeving. Hè? Maar als iets kan en het mag. Dus het kan en het mag. Ja, dan moet het eigenlijk ook. Hè? Maar als iets moet en het kan, ja, dan mag het ook. En als iets moet en het mag, ja, dan kan het ook. Welke ben ik dan nog vergeten? Nee, ik heb ze allemaal gehad. Hè? Dus die woorden, kunnen, mogen en moeten, dat zijn oerwoorden in de taal. Die zijn nog primairder dan lopen, bijvoorbeeld. Of zwemmen. Oerderdig, zeg maar. Meer aan de oer, aan de oorsprong. Zwemmen, vliegen, dat is allemaal, is alweer een stuk verder. In de ontwikkeling van taal. Nou, en waar zit dan het woord vergeven? Nou, misschien zit dat nog wel tussen God en kunnen, mogen en moeten in. Ik zeg dat maar even zoals duit in het zakje hoor, je mag er zelf ook anders over nadenken. Vind ik helemaal niet erg. Maar het woord vergeven, dat zit niet op een niveau als vliegen, lopen, krabben, krabbelen, kruipen en nog meer.
te laat komen op belangrijke afspraken. Het woord vergeven, dat zit helemaal onderin. In de boom van taal. Dat is heel primair. En als je het hebt over vergeven, dan is er maar één geloof wat daar een duidelijke uitspraak over doet. En dat is het christendom. En want Christus is gestorven voor jouw zonden aan het kruis. Dus dat is iets heel persoonlijks naar jou toe. Doordat Christus gestorven is, zijn jouw zonden je vergeven. En je zonden, om er even simpel over te doen, dat is alles wat je verkloot hebt terwijl je het beter had kunnen doen. Het is niet iets van een fout. Als je een fout maakt, ja, dat maak ik ook zo vaak. En dan ben je even met je gedachten er niet bij en je moet brood halen en dan sta je daar in de groentehandel. En denk je, flippen, ik moet helemaal geen bloemkool, ik moet een gesneden bruin. Dan heb je een fout gemaakt. Dat is niet erg. Ik heb ook wel eens tegen iemand die vroeg de weg. Hè? En dan heb ik tegen die persoon gezegd, nou dat is heel makkelijk. Je moet de straat uitlopen en dan moet je naar links en dan bij de molen moet je rechts. En die man zo hartstikke bedankt, doeg. En die gaat zo lopen. En ik loop ook verder en ik denk erover na. Ik denk, oh nee. Nee, het is niet de eerste straat links, het is de tweede straat links. Ja, heb ik een fout gemaakt. Dat is niet zo erg. Dat is helemaal niet erg. Als je de mogelijkheid hebt, dat is niet altijd. Hè. Iemand heeft je de weg gevraagd en ja, die is gelopen in de richting die jij geadviseerd hebt. En voor mij tegen de tijd dat je thuis bent, ontdek je dat je die persoon de verkeerde kant uit hebt gestuurd. Ja, daar kan je niks meer aan doen. Hè? Dat is voorbij. Maar werk je in een team en heb je een fout gemaakt? Dan moet je je teamleden dat even vertellen. Dat lijkt mij. Sterker nog, dat staat in de Bijbel. Ergens in een van de brieven. Van lieve broeders en zusters. Als je een fout maakt, zeg het even tegen die ander. Ja? Om een fout maken, daar kan je niks aan doen. Maar het bewust niet vertellen dat je een fout hebt gemaakt. Omdat je lalalala. Je wil niet afgaan of zo. Ja, dat is zonde. Dat is regelrecht een zonde. Dat is om je eigen hachie te redden. Gaat vervolgens het team een graadje lager. Iedereen verbaasd. Hoe kan het nou? Kan het nou? Het moet werken. Het moet werken. Oeh, iemand is dit vergeten. En jij zo. Nee, dat is niet tof. Heb je? Maar een fout maken. Maar dat andere, dus dat je hebt een fout gemaakt en bewust heb je dat niet doorgegeven. Ja, dat is zonde. Dat moet je niet doen. Dat valt onder de categorie, kutstreken. Of als je dat een vies woord vindt, dan valt het onder de categorie klotenstreken. En dat is niet oké. Okay. Ik heb een business gehad met een compagnon. En hij was verantwoordelijk voor de financiële administratie. Hij had een ongelooflijk grote bek. Hij bleek helemaal niet te kunnen verkopen. Dat bleek ik 10 keer zo goed te kunnen dan hij. En met andere woorden, zo'n beetje iedere maand kreeg ik er taken bij, omdat hij het niet aankon. Maar hij bleef wel verantwoordelijk voor de financiële administratie en was dan algemeen directeur. Iemand met een grote bek en de grootste te stoelen. En die had het gepresteerd om samen met meneer de boekhouder om ieder jaar een balans te presenteren waaruit bleek dat we winst hadden gedraaid. Bedrijfscijfers. En ik blij en de bank blij en de kredieten die vlogen ons om de oren. De belastingdienst nam ook genoegen met uitstel van betaling, want we draaiden toch winst en wat kon er nou fout gaan? Ja, en toen bleek dat die winst bij elkaar geflanst was. Het was geen boekhoudkundige fraude, want het was prima binnen de kaders van de wet. Ja.
Nou, het was wel fantasie gebeuren. Nou, uiteindelijk na de zoveel jaren geen winsten hebben gedraaid en alle kredieten waren opgeconsumeerd en nou, noem het maar op. Ja, en toen was het op, hè? En toen kon ik, en die man die kreeg vervolgens een halve hartverzakking en, die kon het helemaal niet meer aan en toestanden. En er moest een liquidatiebalans opgesteld worden voor de bank en de Belastingdienst. Want die wilden weten, ja, wat hebben jullie eigenlijk nog? En nou geen tierlantijnen, nee, dat heet een liquidatiebalans. Wat heb je nog? Nou, die heb ik er maar opgesteld, omdat de compagnon met de grote bek, die lag met een griepje thuis of zo. Ja. En toen kreeg ik even een stoomcursus balans opstellen. Toen dacht ik, oh, zie je het zo? Nee, maar dat, nee, maar nou begrijp ik het ook. Ja, ja. En dan maanden later, toen het faillissement al uitgesproken was, allemaal afgehandeld en toestanden en allemaal prima voor elkaar, hè. Zit ik thuis en ik had inmiddels een nieuw kantoortje aan huis. En ik had heel grappig al die jaarrapporten die opgesteld waren door de jaren heen, die had ik bewaard. En op een ochtend ging ik die eens even inbladeren. En toen kwam ik er dus achter dat die winsten helemaal geen winsten waren. En ik kreeg nauwtieten. Ik was echt boos op die man. Nou, niet meer. Ook een tijdje daarna al niet meer, hoor. Ik denk van ja. Wat hij gedaan heeft is ongelooflijk stom. En ik ben daar de dupe van geworden. En niet alleen ik, maar ook onze klanten en onze leveranciers. En, ja, noem het maar op. En hij dus maar van, nou, we hebben winst gedraaid en we kunnen wel grotere bedrijfsauto's gaan rijden. Ja? Dus dat soort dingen allemaal. Ja? En kreeg ik ook een grotere auto, dat vond ik ook niet leuk. Of niet onaardig. Maar ik zat er niet echt op te wachten. Ik geef er eigenlijk geen biet om. Maar goed, het kon er allemaal af, want we draaiden winst. Ja, nee, dat kunnen we makkelijk. Als jij nou maar ervoor zorgt dat je die en die klant binnenhaalt en dan, hup, hebben we weer geld. Kortom, ik haalde het geld binnen en hij gaf het met karrenvrachten gaf hij het uit. En nu besef ik te degen dat die man, ja, het was een zielepoot. Echt zielepoot, echt heel verschrikkelijk. Heel zielig. Ja, meer kan ik er niet van zeggen. Och, erm, moet je dan zeggen. Kijk, ik ben de dupe geworden van dat faillissement. Dat was niet bepaald een leuke tijd of zo. Een hoop stress en klanten allemaal. Oh, dit of zo. Dat heeft me een hele hoop tijd en moeite gekost. En ik heb al die jaren, ja, ik heb de fout gemaakt door die man op zijn bruine ogen te geloven. Dat is het enige. Inmiddels weet ik beter. Weet ik, ja, dat is de levenservaring. Want ja, zijn manier van denken, wat zeg, het ontbreken van een manier van denken, dat moet je eigenlijk zeggen. Hij denkt niet. Hij kan niet denken. En hij heeft wel een grote mond. Ja, daar ben ik nog meer variaties op datzelfde thema van tegengekomen. Een totaal andere mens uit een totaal andere hoek van een ander geslacht. En ja, en die zijn dan precies hetzelfde. Ja, dat zie ik nu in. Nu ik 59 ben. Upcoming 60, jawel. Als het nog mee zit, hoef ik nog maar 18 jaar te werken. En dan ben ik elke dag vrij. Zo had ik net. Nee, dat was een grapje.
Ik heb laatst gekeken naar mijn pensioengerechtigde leeftijd en de lichting voor mij, die moet doorwerken tot zijn 67ste. Dus ik ga ervan uit dat ik moet doorwerken tot mijn 68ste. Dus dan moet ik nog 8 jaar lang werken. Ja. En ik heb een jaarcontract als huishoudelijk medewerker bij als interieurverzorger. Ik loop met zo'n schoonmaakkarren van die dweilen. Mijn collega's zijn van die nieuwe Nederlanders die... Ja, die kunnen niet echt Nederlands. Als jij komt binnen, jij gelijk ding opdoen en Waskar daar staat. Dat soort mensen, dat zijn mijn collega's. Ongeveer, dan pak een beter. Heel aardige mensen hoor. Kijk, ik heb een mooi leven. Echt zwaar. Hm? En die man met zijn absolute stomme gedrag. Die Jan Doedel, die had aan de slag moeten gaan. Die had de klanten binnen moeten halen. Goed na moeten denken. En mij met rust moeten laten. En mij mijn geniale software laten schrijven. Wat is dat nou? Ja. Niet te veel geld uitgeven. Zuinig leven. Ja. Kijk, die mooie auto's rijden. Ja, doe dat als er echt geld binnen is. Lijkt mij. Ja, dat wij een klapper maken. En ja, we hebben genoeg inkomsten om... Hè, als een keer een klant nee zegt en dan komt er geen omzet binnen... Nou, dan moet je die maanden kunnen overbruggen. Daar moet die man over na gaan denken. Van welk risico lopen wij als onderneming? En dan moet er een buffer zijn. Die staat op een spaarrekening. Die staat een rente te vangen ook. En dat noemen wij Rainy Day Fund. Ja, ze willen het ook weer... Appeltje voor de dorst. Rainy Day is dan de Engelse variant. We hebben een appeltje voor de dorst. Als we een appeltje voor de dorst hebben van zeg maar 6 maanden of 3 maanden. Nou, dan lijkt het me tijd dat we eens even in de bus gaan blazen. En dan krijgen de heren van de directie een wat grotere auto. Maar tot die tijd kan je toch rijden in een bakje met 4 deuren. Wat is dat nou? Nee, meneer moest poen uitgeven. Maar dat heeft hij gedaan en ik niet. En hij kijkt terug op zo'n periode. Hè? Waarin hij dat gedaan heeft. En ik kijk terug op een periode waarin ik niets meer heb gedaan dan een fout heb gemaakt. En dat is dat ik de verkeerde persoon iets heb toevertrouwd. En dat had ik niet moeten doen. Ja, toen vond ik dat ik niet anders kon en het zag er allemaal zo goed uit. En ja, dat soort dingen heb ik nog wel vaker meegemaakt. Maar die man heb ik helemaal vergeven. Ja, is gewoon een zielige man. En die sukkel, die had het ook nog voor elkaar om, toen het bedrijf helemaal niet goed ging, dat hij maar in zijn spending mood bleef. Hè? De gedachte van uitgeven, uitgeven, uitgeven. Dan denkt iedereen dat je rijk bent, dus dan word je ook rijk of zo. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Had die man had een huis gekocht. Wow, in Apeldoorn. Dat is best een dure gemeente. En een mooi huis hoor. Ik ben er 1 keer langs geweest. Wowie. Prachtig huis. Met een voortuin en een achtertuin. En voor mij was het... Ja, voor mij was het vrijstaand zelfs. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Het was wel op een hoek. Dat weet ik wel. Ja, het is heel grappig. Met de tuindeuren naar de... Dus vanuit de woonkamer tuindeuren. Vanuit de keuken hoor je ook naar de tuin. En... Yeah, en dan nog een leuk schuurtje in de tuin. En die tuin is trouwens er ook aardig uit. En een rustige buurt. En je kon makkelijk je auto parkeren. Ja, dat moet een vermogen gekost hebben. Hoe die de bank zo gek heeft gekregen om die hypotheek op te hoesten, weet ik ook niet. Nou, dat feest was lekker leuk voorbij. Want toen kwam het faillissement. En ik had op dat moment een spaarrekening. Van best wel wat. Tienduizenden gulders. Dus ja.
Ik had niet direct een probleem. En ik had al die jaren geprogrammeerd en er heel al bij geleerd. En ik, maar ja, opdrachten, klanten, genoeg hoor. Ik moest alleen tegen mijn klanten zeggen van, nou, ik wil wel voor jullie werken, maar eventjes geen factuur AUB. Want alles wat je nu factureert, ja, dat kan ik in één keer aan meneer Apeldoorn de Belastingdienst geven. Dat heeft geen enkele zin. En klanten vonden dat prima. Dus ik heb wel gewerkt en netjes in het autootje. Ik had een of ander simpel autootje gekocht. Citroën BX of zo. Ik wil werken en alles. En al die uren werden wel opgeschreven. En ik hield er wel netjes bij voor die klanten. Van, nou, je krijgt nu nog zoveel van jou. Nou, uiteindelijk was ik met de Belastingdienst was ik er helemaal uit. Toen ben ik naar de bank gegaan en heb ik de bank ook nog een voorstelletje gedaan. Toen kreeg ik van de bank cash, jawel. Nou, toen was ik uit de problemen. Hij niet. Dus ja. En wat is nou de betekenis van vergeven? Dat was dan voordat het faillissement kwam, hè? Daar kwam ik al achter. Vergeven is dat je zo ver gekomen bent dat je met die persoon die over de schreef is gegaan, dat je die nog kan spreken, dat je daar een borreltje mee kan drinken of een wa-wa-wa-wa mee kan doen en dat je het er niet meer over hebt. Gewoon niet meer noemen. Als ik die man in kwestie morgen tegen zou komen, wat mij uitermate onwaarschijnlijk toeschijnt, maar stel, hè, dan zou ik zeggen van, hey man, hoe gaat het met jou? Wat doe je tegenwoordig? En, dan vraagt hij waarschijnlijk ook, en wat doe jij dan tegenwoordig? Nou, ik ben interieurverzorger in de gehandicaptenzorg. Dat klinkt nog een beetje. Ik heb een eigen fiets. Die heb ik gekocht. Ja, niet op krediet of zo hoor. Die heb ik gewoon cash betaald, man. Een andere fiets, €125. Ja, ik zeg echt raar. Die heb ik net gekocht. Met 7 versnellingen hoor. Ja. Ik ga nu nog even vandaag met de Clio naar het werk. Maar morgen dan is het met de fiets. Nog een extra slot zien te koperen. Maar dat regelen we morgen wel. Of misschien vandaag wel. Het is koopavond. En dan vraag ik aan hem hoe het met hem gaat. En ik ga nooit meer zo dom doen dat ik... Nee joh. Natuurlijk niet. Die tijd is voorbij. Het vergeven is dat je met iemand zo ver komt dat je het er niet meer over hebt. En vergeven is dan ook zoiets dat je dat kan zonder dat diegene je om vergeving vraagt. Daar zit het hem in, hè? Dat is een hele belangrijke. En het is Matthäus 6. Is het Onze Vader. Ik pak hem er even bij. Ja, kijk, dit gaat over vergeving. En er is maar één geloofsovertuiging met het woord vergeving in het vaandel. Snap je? Dus heb ik alle recht om het te hebben over het christendom. Dan ben ik geen geloofsfanaticus of zo. Ja. King James. En dan doen we even... Nee, doe ik verkeerd om. Onze Vader. Pater Noster. Dat is Latijn, hè? Kijk, waar staat hij dan? Nou, Matthäus 6 toch. Kom. Nou, pak hem eventjes, hè. Ja, hier staat de tekst, maar die zoek ik niet. Was dat Matthäus 6? Onze Vader, ik heb er nog een wiki.
bij het Bijbel. Ja, Matteüs 6, Matteüs 6 en dan vers 9. Is erg goed. Ik maak een klikfoutje. Matthäus. Ja, neem maar even geduld om. Het gaat over vergeving, dus vergeef me dit. Hoppakee, nou gaat die wel goed. Matthäus 6 en dan vers 9 is het Onze Vader. En hij staat daar in vers 12, dat is een regel zoveel van het gebed. Ik zou voor de duidelijkheid. Dit is dan het King James Engels, hè? Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as in heaven. Give us this day our daily bread. En dan komt hij. And forgive us our debts as we forgive our debtors. En dan pak ik erbij de Statenvertaling. Dan moet ik even de microfoon bij gaan stellen. Het geeft een beetje raar geluid. Matthäus. Matthäus, even voor degene die er niet bekend mee zijn, is het eerste evangelie. Het is het eerste boek uit het Nieuwe Testament. Het is Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Dat zijn de vier evangeliën. Ik vind zelf, Matthäus is mijn favoriet, maar... Dat mag jij bedenken als je wil. En dan staat hier in vers 12. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Ik weet een leuke anekdote. Geef even de microfoon weer omhoog. Ik heb hier een boekje over de geschiedenis van de maffia. Dat boekje heet Genootschap van Eer. En daarin komt het volgende voor, dat een politieagent die vindt zo'n mafioso man bloedend ergens aan de rand van een graanveld. Ze hebben een landelijk gebied. Zo, hè? Sicilië is natuurlijk het was de graanschuur van Italië. En daar ligt er zo'n mafioso meneer bijna dood te gaan. Zo. En die agent die buist zich over hem heen en die zegt dus tegen die, of die vraagt aan die man, wie heeft dat gedaan? Wie heeft jou zo toegetakeld? Waarop die mafioso baas tegen die politieagent zegt, van nou, als ik kom te overlijden, dan hoop ik dat God mij vergeeft zoals ik hem zal vergeven. Voor wat hij mij heeft aangedaan. Dat is dan wel een sterke, vind je niet? En die mafioso die voegde eraan toe. Dat was wel grappig. Van nou, en als ik het wel overleef, dan heb ik jou niet nodig om mijn gramschap te halen. Dus flikker op. In beide gevallen heb ik je niet nodig. En als ik kom te overlijden, nou, dan zal God mij vergeven in de mate dat ik hem vergeef. En kom ik niet te overlijden, dan heb ik jou ook niet nodig. Dan maak ik hem af. Waar ik het over heb, is dat eigenlijk de mensen die dingen uitvreten, in de regel zullen die mensen jou niet om vergeving vragen. Sterker nog, zij zullen zich... ze zullen wegvluchten in excuses. Van ja, maar jij en bla 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 bla. Of zo. Ja. Mijn moeder ook een keer tegen mij. Van ja, maar jij was een heel moeilijk kind. En ja, wat nou weer? Hoezo?
Sinds wanneer bestaan er moeilijke kinderen? Hè? En mensen die dingen uitvreten, die... Ja, het is mij nog nooit overkomen dat iemand mij wat had aangedaan en dat die persoon op een dag bij mij aanbelde en zei tegen mij van: goeiedag, ik hou het even kort, maar hier heb je een fles whisky. Zoals jij die lekker vindt, namelijk met zo'n etiketje, met zo'n prijsje erop van maar maximaal 12 euro. Gewoon die goedkope shit, sorry. En sorry nog voor... Want wat ik toen gedaan heb, dat verdient de schoonheidsprijs niet. Dus ik heb jou een loer gedraaid en... Ja, sorry. Dat is mij nooit overkomen. En hebben mensen mij loeren gedraaid? Ja, zeker weten. Dat is echt niet leuk. Snap je? En moet je dan die mensen vergeven, terwijl die mensen zelf niet eens willen toegeven dat ze iets gedaan hebben waarvoor vergeving nodig is? Nou, het antwoord is, en dan pak ik dus even Matteüs 6 vers 12 erbij, hè? Wat is de Bijbel, de autoriteit als het gaat om vergeving, hè? Daar staat in Matteüs 6 vers 12. Vergeef ons onze schulden gelijk wij vergeven onze schuldenaren. Dus je vraagt God niet om meer dan de vergeving die jij zelf betracht. Snap je? En wat je wil is dat God jou... ook al die dingen vergeeft waarvan jij nog niet in de gaten hebt dat je ze überhaupt fout hebt gedaan. Toch? Want hoe kan jij nou weten, nou fout is verkeerde woorden, wat jij gezondigd hebt. Wat jij gezondigd hebt. Want hoe kan je nou weten wat jij gezondigd hebt? Misschien heb jij wel meer gezondigd dan jij denkt. Net als diegene die jou in Haarlemmerdijk hebben geflikkerd. Zich daar lekker hullen in. Oh, ik heb dat niet gewoest. En een beetje mooi weer lopen spelen. Ja, zo kan het ook zijn tussen jou en God, hè? En daarom moet je mensen vergeven die jou wat hebben aangedaan. Echt iedereen. Maakt niet uit wie. Dat gaat best ver, hoor. Ik zag Jesse Lee Peterson, die Amerikaanse prediker. Die neger. Die had een vrouw op bezoek bij hem. Dan had hij zo'n interview of zo. En zij was dan lesbiennes toestanden geworden vanaf sinds haar 19e. En ze heeft een YouTube-kanaal waarin ze het heeft over, seks. En dan heel praktisch, van hoe moet je het doen met een dildo en hoe moet je het doen met een strap-on en het optimaliseren van vibratorgebruik en... Kortom, vrouwenpraatjes. Nou, die had hij dus op bezoek. En Jesse Lee Peterson is... Ja, ik zou minimaal een paar uurtjes naar die man luisteren. Het is erg interessant wat hij vertelt. Verfrissend. Ja, die is absoluut strak in de leer. En toch praat hij dan met zo'n soort iemand, met zo'n soort YouTube-kanaal, met dat soort, ja, het is porno, het is bagger, het is troep. Reken maar dat Jesse Lee Peterson dat zelf vindt, hoor. En hij begon dus over vergeving, want hij vroeg naar haar ouders.
Nou, de vader was overleden toen ze 10 was aan een overdosis harddrugs. En de moeder die was verdwenen in... Ja, die was gewoon verdwenen. Vanaf jonge leeftijd kwam ze terecht bij... Wat noemen wij dat? Ja, vanuit jeugdzorgtoestanden. In Amerika speelt zich dit af, hè? Zo'n gastgezin, of hoe noem je dat? Foster home, is dacht ik de kreet. Ja, dat is niet een leuke start van je leven, dat begrijp ik. En dan vroeg hij aan haar van, heb jij je... Heb je je moeder vergeven? Want de vader, nou, dat ging nog wel. Maar ja, die had dus een overdosis en die was dood. Weet je? En de moeder, daar zat het hekele punt. Hè? Heb jij je moeder vergeven? En zij gaf ontwijkende antwoorden. En begon, ja, van die politieke antwoorden. En Jesse Lee Peterson liet zich niet afzeiken en die bleef doorhameren erop. En toen begon zij dus over, ja, wat doet vergeving er naartoe? Wil jij zeggen dat als een vrouw verkracht is, dat als zij de verkrachter vergeeft, dat dan het probleem voorbij is? De PTSS, dus op zijn Engels PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. De PTSD is voorbij als je je verkrachter vergeeft. En Jesse Lee Peterson zegt, volslagen rustig, 100% gegarandeerd. Nou, toen gebeurde er later nog een paar van die, ja, noem het maar meningsverschilletjes. En toen werd ze zo boos, stond ze op en zei, dit interview is voorbij. En Jesse Lee Peterson, die zat er zo te kijken. Die zei, ja, wat doe jij nou? Je was toch open-minded, had je van tevoren gezegd. Waar is nou die open-minded persoon gebleven? Ja. Je bent dus kennelijk alleen maar open-minded voor mensen met dezelfde mening als jij. Maar dan ben je niet open-minded, meisje. Meisje. Meisje, meisje. En zij heeft haar moeder dus niet vergeven. Ze blijft steken in het feit van, nou ja, ik ben in de steek gelaten door mijn moeder. En ja, wat hoort daarbij? Ja, ik moet dat trauma zien te verwerken. En daarvoor, ze zat dus ook nog in relatie. Nee, relatietherapie, zeg ik nou. Nou ja, in zekere zin is ook iedere therapie een relatietherapie. Maar zij zat nog in die haatverhouding naar die moeder toe. Mijn dochter die had er een hele mooie over. Dat vond ik wel een goeie van haar. Dat zij tegen mij zei van ja, ik ben, of ik wil, zo zei ze dat, ik wil accepteren dat mijn ouders met hun beste vermogen voor mij gezorgd hebben. Mijn dochter heeft ook zo'n leuke jeugd gehad. Ik ben toen mijn kind 10 was daar de deur uit getrapt. Nou, daarmee begon er niet één grote slagroomfeesttoestand voor mijn kind. Dat was echt één groot drama. En dan die opmerking van haar van... ik wil accepteren dat mijn ouders naar hun vermogen... en daar zit natuurlijk het dingetje... het beste hebben gedaan voor mij... Nou, dat vond ik wel een goeie. Ik mis dan nog het puntje vergeving. Ja. Ik heb de afgelopen 2 jaar, 3 jaar zo'n beetje, heb ik ongelooflijk veel gedronken. Ik dronk altijd al hoor, nou, soms wel eens niet. Maar ik dronk zeg maar elke dag, soms een dagje niet en dan weer drinken. Maar nooit overdreven veel. Een potje bier voor het eten, en 2 potjes bier na het eten, dat was weer leuk geweest. Maar de afgelopen 2 jaar was het echt stevig, man. Echt ongelooflijk hoeveel er de bieren doorheen.
En dat vond mijn dochter niet om aan te zien. En ja, daar heb ik haar geen plezier mee gedaan. En daar heb ik dan, hè, dus daar ben ik dan heb tegen haar gezegd van... ja, sorry, dat was de bedoeling niet. Hè. Dat had niks met jou te maken. Ik was gefrustreerd. Serieus, ik was heel boos. En... En je kan zeggen, ik sloeg aan de, noem het maar, automutilatie. Ik wilde mezelf, ja, zoiets. Ik bedoel, het gaat niet door voor de gezondheidsprijs of zo, wat ik gedaan heb. Absoluut niet. Maar het was niet de bedoeling dat jij je niet veilig zou voelen in mijn omgeving. Wat dan dus wel zo was voor haar. Want ze kreeg er een kutgevoel van. Maar goed, het is alweer maanden terug. Dat ik mijn laatste biertje heb gedronken. En ik ben niet van plan om... ermee door te gaan. Of het weer op te pakken, zo moet ik het zeggen. Helemaal niet. Ik heb een leuk bestaan nu, dus aangenaam. Ik ben weer lekker aan het programmeren en om 3 uur sta ik weer de gang te dweilen. En dan spreek ik weer wat mensen. Ja. Om 7 uur ben ik vrij en dan breng ik de auto terug naar Wim en Martin. En dan loop ik lekker naar huis. Is nog koopavond. Kan ik nog wat spulletjes kopen. En morgenochtend om 10:30 of zo ben ik weer aan bod. Maar dan ben ik ook vroeg vrij. Dan ben ik om 1:30 of zo ben ik vrij. En dan ga ik weer lekker programmeren. En zaterdag ook, en zondag ook. Het nuchtere leven straalt me tegemoet. Ik ben blij en tevreden. En ik heb iedereen vergeven. De moeder van mijn kind heb ik vergeven. Mijn kind heb ik vergeven dat ze... Want ik was ook boos op mijn kind, hoor. Ik verdorie. Iedere keer als ik met leuke ideeën kwam, dan was het... Ja, maar van mama mag het niet. Ik denk, ja, doe toch een keer wat ik zeg, in plaats van altijd te doen wat je moeder zegt. Die moeder is gek, die spoort niet, man. En die wilde, ja, dat is best dat is heel kwaadaardig wat ze heeft gedaan. Zonder meer. En mijn dochter heeft die kwaadaardigheid over zich heen laten komen. Ja. Zo zie ik dat dan nu, hè. Ik denk van, ja. Hoe kan je nou zo'n meisje dat kwalijk nemen? Laat me gaan. En mijn moeder, die heb ik... En toen ik weer helemaal nuchter was, heb ik mijn moeder gebeld en gezegd... Mam, ik heb je vergeven. Ik heb het woord vergeving niet letterlijk gebruikt, maar ik heb gezegd... Ik ben niet meer boos op je. En ik zal het er ook niet meer over hebben. Het is klaar. Ik heb het nog 1 keer gezegd. Nou, dat en dat en dat en dat. En mijn moeder die kwam gelijk met een stapel excuses. Daar heb ik me helemaal niet over opgewonden. Ja. Ik ben er niet meer boos over. Mijn moeder weet dat ik het niet eens ben met wat ze toen heeft gedaan en wat ze niet heeft gedaan. Bepaalde dingen wel en andere dingen niet. En dat rijd je bij elkaar. Dat vind ik rapportcijfer een 3. Waarbij een 6 doorgaat voor een voldoende en een 10 is perfect. Maar ik heb het er niet meer over. Niet met mijn moeder. Ik heb het er nog wel over als ik het bespreek. Omdat ik vind dat andere mensen daar wat van kunnen leren. Omdat ze misschien ook iets te vergeven hebben. En je moet het doen, hoor. Het blijft aan je vreten namelijk. En het hoort ook niet. Dat staat contrair op Matteüs 6 vers 12. Waarin je aan God vraagt dat hij je jouw schuld vergeeft in de wijze waarop jij de jouw schuldenaren vergeeft. En als jij in de rondte blijft lopen met een wrok naar je moeder of je buurman of een ex-collega of een baas of een whatever. Of de moeder van je kinderen. Omdat ze je de deur uitgetrapt heeft.
Als je met die wrok blijft rondlopen, ja, dan vergeeft God jou in diezelfde mate. Snap je? Ja, maar God bestaat niet, dus wat maakt het uit? Ja, nou, ga er nog even over nadenken dat wellicht in de Bijbel iets staat wat voorbij gaat aan het bestaan van God. Want goed genomen, in Genesis 1 vers 1 staat, in de beginnen schiep God hemel en aarde. Dus God gaat vooraf aan het bestaande. Dus zeggen dat God bestaat is in feite een belediging van God. Maar God zegt, ik besta? Waar haal je het lef vandaan? Homo! Ik ben de veroorzaker van het bestaan. Hetzelfde, je gaat er ook niet zeggen, Rembrandt is een schilderij. Jawel, want als je het hebt over Rembrandt, heb je het altijd over schilderijen. Dus Rembrandt is een schilderij. Nee. Rembrandt is een schilder. Goed nadenken, het gaat in jouw leven namelijk uiteindelijk alleen maar over jouw leven. Ik heb een hele mooie zending gehouden om even reclame te maken voor mijn eigen. Maar er staat er eentje. En ik zal even kijken naar het nieuwsnummer. Als je even een pennetje erbij pakt. Toch een gewoonte van gaan maken dat ik iedere keer reclame maak voor mijn eigen uitzendingen. Want zoveel wordt er niet naar gekeken. Als ik een nieuwe erop zet of zo. Hè? Maar je kan misschien door deze uitzending denken van nou, heb je nog eentje die daarbij past? Want deze vond ik wel aardig. Nou, ik heb er eentje staan en dat is beschouwing 75. Die heet Vergeven van Moeders. Dan ga ik specifiek in op de moeders, die waarbij de vergeving aan die moeder belangrijk is. En degene die daarin vooraf gaat, dat is beschouwing 74. Beschouwing 074 en beschouwing 075, daar heb ik het over. En beschouwing 074, die heet Gelukkig zijn volgens, even kijken, de titel kijken. Ja, volgens Aristoteles, Arthur Schopenhauer en mijzelf. Denk er eens even over na. Want je krijgt maar één leven. Het kan heel goed zo zijn. Ik ga afsluiten hoor. Het kan heel goed zo zijn, hè, dat jij sterft op een dag. Hè? Dat is natuurlijk zonder meer zo. Hè? En dat nadat jij gestorven bent, er iemand anders in de wereld loopt. Misschien 10 kilometer van de plek waar jij geboren bent of waar je overleden bent of zo. Hè? En dat lijkt een sprekende kopie van jou. Vanavond mensen zeggen, ja, maar dat zei Joris van de Driesprong ook altijd. En dat die persoon ook dingen weet die, ja, waarvan mensen denken, ja, dat wist alleen maar Joris van de Driesprong. En dat weet die persoon ook. En dan krijg je dus dat geloof in reïncarnatie, snap je? Maar voor de verklaring van dat fenomeen zijn er andere gedachten. Daar ga ik het nu niet over hebben. Ja? Maar ga er dan maar vanuit dat jij maar één leven hebt. En in dat leven moet jij, ja, dan is het een streven om zo gelukkig mogelijk te worden. En als mensen jouw dingen hebben aangedaan, daar word je ongelukkig van. En als je dan niet tot die vergeving kan komen, niet kan inzien dat die andere mensen dat hebben gedaan vanuit een geestelijke handicap, ja, als je die denkstap niet kan zetten, ja, wat zegt dat over jou, sukkel? Ja? Het is jouw verantwoordelijkheid dat jij van jouw leven het ultieme maakt. En dat jij vanuit jouw hart, van al diegenen die al die kutstreken hebben uitgevroten, kan zeggen van, nou, laat me zitten. Ja. Laat me zitten, man. Ja. Maakt niet uit. Ik vergeef al die mensen. Ik heb het er niet meer over. Want wat voor zin heeft het om stil te blijven staan bij zondig gedrag?
van mensen. Van zondig gedrag, door dat op te sommen, kan je niet leven, niet leren om niet zondig te doen. Want het voorkomen van zonde, daar ga ik het ook nog wel een keer over hebben. Kennis, daar zit een hoop in. Hè? Kennis dient gedeeld te worden. Maar kennis die je voor jezelf houdt, dat is heel dom. Dat is waardeloze kennis. Kennis heeft alleen maar waarde als het overgedragen wordt. En dan moet het ook voor overgedragen kunnen worden. En daarvan moet het ook waar zijn. Dat is kennis. Snap je? Nou, ik hoop dat ik nu wat weer heb overgedragen aan jullie over vergeving. En jullie aan het denken heb gezet. Als je wat anders denkt of je wilt er een keer over praten of zo. Of, dat vind ik ook hartstikke leuk. Ja? En doe een reactie. En als je Skype hebt, dan kan ik het opnemen en dan maken we daar een uitzending van. En dan ben jij de hoofdpersoon. Ik kan heel goed interviewen namelijk. Ja? En dan ben ik een keer niet aan het woord. Dan mag jij alles vertellen. Nou. En dan zeg ik op zijn hamburgs. Tjus. En dag lieverds.